Een hele goede avond. Welkom bij dit webinar over de Blankenburgverbinding. Mijn naam is Jurgen van der Meer, maar ik doe het vanavond niet alleen. Naast mij staat Anne Peters. Ja, ik ben Anne Peters en ik ben omgevingsmanager bij de aannemerscombinatie Baak. Nou, het webinar vanavond gaat over de Blankenburgverbinding en specifiek over de Zuidoever, Rotterdam-Rozenburg. En we gaan jullie het een en ander vertellen over de werkzaamheden. We gaan wat vertellen over de bouw van het knooppunt Rozenburg en over de bouw van de Maas-Delta-tunnel. En tot slot zullen we ook nog het een en ander aan jullie vertellen over de communicatie en alles wat daarbij komt kijken. Maar voordat we starten, eerst nog even wat algemene zaken. Jullie kunnen vragen stellen tijdens dit webinar. De vragen die komen bij ons in de studio binnen. Doe dat ook vooral als je vragen heeft. We proberen zoveel mogelijk vragen tijdens de uitzending al te beantwoorden. Mocht dat niet lukken tijdens de uitzending, dan zetten we de antwoorden binnen enkele weken live op de site van ons www.blankenburgverbinding.nl. Een ander punt is dat dit webinar wordt opgenomen. Dus jullie kunnen het webinar altijd terugkijken. Ook dat is weer op onze website te vinden. Maar mochten er buren of kennissen zijn waarvan jullie weten dat die ook graag aanwezig waren geweest vanavond, maar niet kunnen, wijs ze er even op dat het webinar altijd terug te kijken is bij ons op de website. En tot slot, na afloop van dit webinar krijgen jullie ook een enquête. Het verzoek is aan jullie allemaal om die ook echt in te vullen, want daar halen wij weer nuttige informatie uit voor een volgend webinar. Dan gaan wij nu starten met een terugblik op de werkzaamheden van het knooppunt Rozenburg. Maar allereerst, waar bestaat nou het knooppunt Rozenburg uit? Hier ziet u een visualisatie van de eindsituatie straks. Onderin ziet u de A15 lopen met rechts in beeld de Trentweg met de op- en afritten naar de A15. Het eerste wat wij moesten doen is een aantal viaducten over de kabel- en leidingenstrook die daar ligt bouwen. We moeten een tweetal flyovers over de A15 bouwen, die uiteindelijk weer verbinding maken tussen de Blankenburgverbinding, de A24 zoals die straks gaat heten, en de route naar de A15 aan weerszijde. En ook bij de Trentweg moeten we ruimte maken voor alle nieuwe op- en afritten en verbindingsbogen. Dus daar moeten wij ook een tweetal nieuwe viaducten gaan bouwen. Ja, er is al een hoop gebeurd. Anne, kun jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, dat ga ik graag doen. Hier is van bovenaf het kunstwerk te zien over de kabel- en leidingstrook heen. Ik noem door het kunstwerk misschien niet voor iedereen helder wat ik daarmee bedoel, maar dat zijn viaducten die wij dus inderdaad over de kabel- en leidingstrook heen bouwen. Kunstwerk is meer een technische term die vaak in de infrawereld gebruikt wordt voor viaducten, bruggen, dat soort zaken. In dit geval is het dus inderdaad een viaducte over de kabel- en leidingenstrook heen, waar we mee bezig zijn bij knooppunt Rozenburg. Hier al een mooi overzicht van hetgene wat we al gedaan hebben. Wat hebben we gedaan? Inderdaad, bij een aantal van deze viaducten hebben we de dekken al gestort. Die zijn al voor een groot deel klaar. Verder zijn er een aantal pijlers die we dus nodig hebben. Dat zijn de steunpunten van de viaducten. Die hebben we aangebracht. Dat ziet u boven links op deze video, op dit plaatje. En verder aan de onderkant ziet u liggers inhijsen. Nou, dat hebben we gedaan. Liggers zijn de dwarsbalken die op het viaduct aangebracht worden. En over die liggers gaan we nog een dekvloer storten. Dat is dat lichtgrijze wat u ziet op het viaduct. De liggers liggen dus nog voor een deel nog bloot, om het zo maar te zeggen. We bouwen dit viaduct nog verder richting de Blankenberg. En op een gegeven moment raakt hij dus de Blankenberg en dan is dit viaduct gereed. De verwachting is dat hij ongeveer in het eerste kwartaal 2022 zullen deze viaducten ook klaar zijn. Ik heb net aangegeven dat een viaduct rust op een pijler. Nou, hier is een hele mooie foto daarvan, hoe dat in zijn werk gaat. Met inderdaad een hele constructie eromheen.
bekisting, zoals wij dat dan noemen, zodat er ook beton gestort kan worden en de pijler zijn vorm krijgt die die moet krijgen. Hier nog een mooi overzicht van inderdaad het viaduct. We hebben zometeen ook nog een filmpje waarin aangegeven wordt wat er gebouwd is en wat er nog gebouwd gaat worden. En dan zou u ditzelfde plaatje daar ook weer in terugzien. En Anne, die dunne dingetjes die je nu in dat viaduct zit, zijn dat nou die liggers dan? Waar je precies. Het over had? Okay. Ja, dat zijn die liggers inderdaad die je zo rechtop ziet staan. Die voor dit deel wat we nu gezien hebben, waren dat vrij lange liggers in de lengte. De liggers die we nu nog moeten gaan plaatsen, die zijn vrij kort. En die raken nu tot aan de datum Blankenberg. Die moeten nog... Okay. Ja, en daarover storten we dus de vloer. En dat is eigenlijk de weg waar u overheen gaat rijden in de toekomst. Dan hebben we inderdaad, wat hebben we nog meer gedaan, boven de A15. Als u gebruik maakt van de A15, ziet u daar... Een tijdelijke constructie, wij noemen dat de tafelconstructie staan. Het is heel veel blauw staal. Die hebben we dus vorig jaar er al neergezet voor een eerste viaduct te realiseren. We hebben zometeen ook een mooi overzichtplaatje daarvan. En in afgelopen maart hebben we de tafelconstructie verplaatst, zodat we ook het tweede viaduct hebben gebouwd. Bij het tweede viaduct, het is iets langer dan het eerste viaduct dat we aangelegd hebben. Daarom moesten we eerst de tafelconstructie verlengen. En dat hebben we ook weer met liggers gedaan. En dat ziet u hier mooi op deze foto. Dat zijn de blauwe stalen balken die op de foto staan. Dat ziet u hier nog een keer. Dus dat de liggers, de blauwe balken die u hiervoor op de foto ziet. Dat zijn dus de extra liggers die we extra aangeschoven hebben. En vervolgens is de tafelconstructie... eigenlijk naar deze kant geschoven, naar de voorkant van de foto. En op de achterkant ziet u heel mooi het viaduct wat toen al inderdaad gerealiseerd was. Waar dus in eerste instantie de tafelconstructie heeft gestaan. Deze tafelconstructie staat er nog tot september. En dan gaan we hem verwijderen vanaf de A15. En dan zijn ook twee viaducten gereed. Het voordeel van deze constructie is dat het verkeer eigenlijk hier zo min mogelijk hinder van ondervindt, van de bouw van het bouwen over de A15 heen. Je bouwt dus eigenlijk een soort tunneltje over de A15 heen en daarbovenop kunnen we dan die viaducten bouwen, terwijl het verkeer gewoon doorgaat. Dan kan het verkeer gewoon doorrijden. Ja. Je maakt daar inderdaad nog ook weer een soort van bekisting om dan de exacte vorm van het viaduct te creëren. En een tijdelijke constructie, zodat het beton gedragen wordt tijdens de bouw. Okay. Bouwfase. Ziet er mooi uit. Ja, het is een hele mooie constructie. Hier nog een overzichtsplaatje inderdaad. Boven rechts is het viaduct wat we als eerste gebouwd hebben. Onderin is nog een viaduct in aanbouw. En wat zometeen dus onderdeel uit gaat maken van knooppunt Rozenburg. Hier is mooi te zien dat we de afrit al verlegd hebben, ook de afgelopen maanden. En wat er ook te zien is bij het vlaggetje waar gewapende grond staat, is dat we de grond verder aan het aanvullen zijn, zodat we ook richting de Blankenberg daar weer gaan werken. Een gewapende grond, wat houdt dat in? Dat zijn een soort van, ik noem het altijd maar big bags. Ja. Waar je mee echt een gefundeerde grondopbouw kunt realiseren. Je hebt eigenlijk twee keuzes. Je doet het of met een damwand of met gewapende grond. En in dit geval hebben we voor gewapende grond gekozen. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het ontwerp en de constructie. En dan wordt het een heel technisch verhaal. Wanneer je welke keuze maakt, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dat, in ieder geval, die gewapende grond zorgt ervoor dat bij regen of zoiets de grond niet wegstroomt. Daarmee kun je echt een mooi heel stijl talud maken. Ja, verticale wand. Ja, dat klopt. Wat we dan inderdaad ook gedaan hebben is bij de Trentweg. Daar komen ze ook nog wel even op terug. Daar worden twee viaducten bij gebouwd. Parallel aan de A15. Daar hebben we al in de afgelopen maanden daar de palen aangebracht voor de Trentweg. Dan hebben we nu een filmpje waar ook het knooppunt Rozenburg, waar mijn collega meer vertelt over knooppunt Rozenburg. Goeiedag, ik ben Ruben Sanchez, uitvoerder op het knooppunt Rozenburg.
Op het knooppunt Rozenburg maken we alle flyovers die straks aansluiten op de Maasdelta-tunnel. Aan die kant zien jullie de twee dekken die we volledig in het werk storten. Dat wil zeggen dat alles wat je daar ziet qua dek wordt hier in het werk gestort en aangebracht. En deze twee dekken hier achter mij, die maken we gedeeltelijk prefab met zogenaamde prefabliggers. Dat zijn die balken die je zo rechtop ziet staan. Die worden allemaal per sectie hier naar het werk toegebracht. En die leggen we dan op een tijdelijke oplegging hier op het werk. En daar storten we dan straks het bovenste laagje, we noemen dat de druklaag, bovenop. En daar rij je straks met de auto overheen. Rechts achter mij zien jullie een van de twee viaducten die over de A15 heen gaat. En als jullie meekijken van rechts naar links toe, zien jullie alle vier de vier flyovers die aansluiten op de Blankenberg. En voor deze vier flyovers wordt nu een zandlichaam aangebracht. Dat zandlichaam dat noemen wij de voorbelasting. Deze brengen we aan om de ondergrond te laten inklinken. Waardoor we straks het weglichaam van het viaduct af zo via een zandlichaam in de Maasdelta-tunnel kunnen laten verdwijnen. We staan, zoals jullie zien, nu aan de andere kant van de Blankenberg. Achter mij zien jullie de twee flyovers over de A15 heen. De eerste flyover die we eerder dit jaar hebben gemaakt vanuit de Maasvlakte naar de Maasdelta-tunnel toe. En de tweede flyover die nu in de kist staat vanuit de Maasdelta-tunnel richting Rotterdam. Voor de kenner die oplet, die ziet dat de twee viaducten in hoogte heel dicht bij elkaar liggen. Dat komt omdat ze allebei op dezelfde hoogte worden gemaakt. Dat wil zeggen de bovenkant van de tafelconstructie. Want die hebben we ook doorgeschoven. Omdat het eerste viaduct aan die kant is gemaakt en het tweede viaduct maken we aan de kant van Rotterdam. Als het dek straks af is en hij kan zichzelf dragen en we hebben de volledige ondersteuning weggehaald. Waar die nu dus duidelijk op staat. Niet het blauwe staal, maar het stijgerwerk. Dan kunnen we het blauwe staal weghalen en het dek laten zakken naar zijn uiteindelijke positie. En kan het verkeer zich zonder problemen kruisen hier voor mij onder de Blankenberg. Ja, dit was dan inderdaad even een terugblik. Wij blijven natuurlijk gewoon doorwerken tot inderdaad de eerste auto door de tunnel kan. Daar hebben we knooppunt Rozenburg natuurlijk voor nodig. En daarom willen we jullie nu ook meenemen in de werkzaamheden die de komende maanden nog plaats gaan vinden rondom Rozenburg. Nou, dat is nog steeds natuurlijk kunstwerk. Viaducten over de kabel- en leidingenstrook heen, waar we net ook al bij stilgestaan hebben wat we daar gedaan hebben. We gaan daar in feite dezelfde activiteiten voortzetten. Daarmee verlengen we inderdaad de viaducten en uiteindelijk krijgen ze hun uiteindelijke lengte. En raken ze de Blankenberg en gaan we inderdaad daar verder in het knooppunt Rozenburg. Dus dat betekent inderdaad ook nog liggers plaatsen, nog betonstorten bij de dekken. Dat zijn met name de belangrijkste werkzaamheden rondom de kabel- en leidingenstrook. En vervolgens dus inderdaad bij de A15 gaan we natuurlijk ook door. Zoals net al aangegeven, de tafelconstructie die daar gerealiseerd is. We zijn daar druk bezig om dat viaduct nog te bouwen. En verder in september zijn we daarmee klaar en dan verwijderen we de tafelconstructie over de A15. En Anne, liggen jullie op schema? Krijg een vraag binnen of we op schema liggen? Ja, we zijn nog steeds op planning inderdaad. En nou, dat betekent dus nog steeds dat de eerste auto's door de tunnels heen rijden en dus inderdaad knooppunt Rozenburg gereed is in 2024. Oké. Okay. Dit plaatje hebben we net ook even laten zien. Dat is altijd een mooi overzichtsplaatje. Ik wil nu even meer inzoomen op de Trentweg. Daar gaan wij twee viaducten nog bouwen. Die zometeen parallel aan de A15 gerealiseerd worden. En daarnaast gaan we de komende tijd ook nog een damwand aanbrengen. En dat is een damwand die onderdeel uit gaat maken om een calamiteitenroute te kunnen realiseren. Dat is de calamiteitenroute voor de hulpdiensten.
Ik kom zo meteen nog wel even terug op het moment van aanbrengen van de damwand. En dat heeft weer te maken met andere activiteiten op de A15. En die Blankenberg waar we het dus net over hadden, dat is eigenlijk die groenstrook dan daar in het midden van het knooppunt? Ja, dat klopt. Dat is, ja, je ziet hem hier in het lichtgroen. We kunnen nou helaas nog niet goed aanwijzen, maar dat is in het midden inderdaad. Ja, dus dat is eigenlijk een grote berg waar al die viaducten en verbindingsbogen doorheen snijden. Ja, en eentje die komt er eigenlijk weer helemaal overheen te liggen, ja. Inderdaad. Een van de viaducten. Ja, en die noemen wij toepasselijk de Blankenberg. Die noemen wij de Blankenberg. Ja. En wat daar voor ons ook, voor de aannemer ook een voordeel is geweest, we krijgen natuurlijk heel veel grond vrij uit het project en die wordt ook toegepast in deze berg. Ja. Dus zo hoeven we niet veel grond af te voeren. Dat is het voordeel inderdaad, ja. Hier inderdaad de Trentweg. In het midden ziet u de bestaande viaduct. Aan weerszijden bouwden we daar een viaduct bij. Het viaduct wat u voor op de foto ziet, waar ook het wolkje bij staat, dat gaat naar de Maasdelta-tunnel. Dus van daaruit kunt u zo meteen de Maasdelta-tunnel inrijden. En het viaduct wat verderop, achter op deze foto staat, visual, is een viaduct wat we gaan realiseren om van daaruit weer richting Rotterdam te kunnen rijden. De viaducten moeten natuurlijk gebouwd worden. Dat betekent inderdaad ook toch weer heiwerkzaamheden. Er moeten heipalen aangebracht worden om dus inderdaad het viaduct ergens op te kunnen laten leunen. Het voordeel is wel, wij in het bestaande viaduct, dus het viaduct wat in het midden ligt, staat een middenpijler. Dus een pijler waar ook het viaduct dan weer op rust. Dat is hier, bij de nieuwe viaducten komt dat niet. Wat wel nodig is, is dat wij in de bouwfase een tijdelijke constructie moeten gaan realiseren. Anders hebben we te weinig ondersteuning om het viaduct te kunnen bouwen. Dus eigenlijk moet dat viaduct eerst voldoende sterkte krijgen, ja. Voordat die tijdelijke steunpunten eronder uit kunnen. Precies, dat is echt een ondersteuning voor de tijdelijke bouwfase. Ja, voor de bouwfase. Dat klopt. Om dus inderdaad, u ziet die tijdelijke ondersteuning die is in deze visual aangegeven met de bruinkleurige beleiding. Die vraagt ruimte. Dat betekent dus dat we de verkeerssituatie moeten aanpassen op de Trentweg. En dat betekent dat we teruggaan van de huidige rijstroken die er nu 2 zijn naar 1 rijstrook. Om dus ruimte te creëren voor die tijdelijke constructie. Dat gaan we doen. Vanaf 30 augustus is de periode dat u dus inderdaad die verkeerssituatie op de weg ziet staan bij de Trentweg. En hoe lang gaat die periode duren ongeveer? Dat gaat best even duren. Dat is waarschijnlijk tot, zoals het nu in de planning zit, tot eind 2022. Okay. Je moet tenslotte 2 viaducten bouwen in die tijd. Dus dat vraagt gewoon tijd. Ja. Om dus inderdaad dat allemaal voor elkaar te krijgen, hebben we voorbereidende werkzaamheden in de planning staan. En de eerste daarvan is werkzaamheden bij het fietspad. Dat moet inderdaad, dat sluiten we af 21 en 22 juli in de dagperiode. Dat is ook nodig om grond af te graven, ruimte te maken om verder zometeen bij de Trentweg de werkzaamheden te kunnen vervullen. Of te kunnen uitvoeren. De omleidingsroute gaat dan via de Theemsweg voor het fietsverkeer. Autoverkeer kan dan dus nog wel gewoon doorgang vinden. Dat is niet voor deze periode. Wat we hier ziet u een aantal periodes op de sheet staan. En dat is eind juni, 28 juni tot en met 2 juli. En dan vervolgens 5 tot en met 7 juli gaan we 's nachts de Trentweg afsluiten. En dat is met name ook om daar werkzaamheden te verrichten. Het is met name de verkeersinstallatie, dus de verkeerslichten die we daar moeten aanpassen. Die gaan we al meteen aanpassen naar een definitieve situatie. Dus die komen daar zo meteen te staan zoals die ook nodig zijn voor op het moment dat we gereed zijn met de bouw van de Trentweg. Maar dat vraagt tijd en dat vraagt natuurlijk ook ruimte op de weg. Dus dat zijn de nachtwerkzaamheden die we dan in die periode gaan uitvoeren. En dat betekent dus dat de op- en de afritten dicht zijn en de Trentweg zelf in die periode. Dit is nogal veel informatie, maar de informatie staat straks ook allemaal op onze website, hè? Dus kan iedereen terugkijken. Ja, de periodes en data is natuurlijk heel veel, maar dat is allemaal terug te vinden op de website.
Dan hebben we dus inderdaad het weekend wat ik net al noemde, als de verkeersinstallatie is aangepast. Nou, dat betekent inderdaad verkeerslichten vervangen, maar ook met name lussen slijpen zoals we dat noemen. Dus detectie en lussen in het asfalt om de systemen werkend te krijgen. Dat gaan we in de nachten doen en vervolgens hebben we het weekend nodig van 7 tot 30 augustus om de verkeerssituatie daar aan te passen. En vanaf 30 augustus rijdt u dan op een Drentberg met 1 rijstrook in plaats van 2. Dus dat is rondom de Drentweg en de werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van de viaducten. Ook daarvan hebben we mijn collega bereid gevonden om een mooi filmpje op te maken en dat gaan we u nu laten zien. Zo, we zijn nu aangekomen op de Drentweg, hieronder te zien. Aan deze kant gaan we 2 viaducten maken, aan deze kant waar we nu staan en straks aan de andere kant van de A15. Het viaduct wat wij gaan maken, dat gaat van de overkant in één keer naar deze kant toe, zonder tussensteunpunten. Maar tijdens de bouw hebben we helaas wel 2 tijdelijke tussensteunpunten nodig, waardoor we onderaan het viaduct 2 rijstroken gaan afzetten, waardoor er 2 keer 1 rijstrook beschikbaar wordt, in tegenstelling tot nu waar je 2 keer 2 rijstroken hebt. We staan nu aan de andere kant van de A15, wederom op de Drentweg. Aan deze kant gaan we ook een viaduct maken, voor als je straks vanuit Rotterdam komt en je wil de Maasdelta-tunnel in. Ook aan deze kant maken we het viaduct in één keer van het landhoofd aan die kant naar het landhoofd aan die kant. Maar bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben we weer 2 tijdelijke tussensteunpunten nodig waarop we onze bekisting kunnen maken om het viaduct te kunnen realiseren naar de overkant toe. Achter mij zien jullie een soort van zwart doek wat heel mooi gestapeld is in trapjes. Dat noemen we een gewapende grondconstructie. Die passen wij hier toe in plaats van een damwand. En in oktober van dit jaar beginnen we hier met het heien van de palen en uiteindelijk de resterende werkzaamheden om het viaduct te kunnen maken. Bij de Drentweg hebben we een speciale oprit richting de Thomassentunnel die de hulpdiensten kunnen gebruiken bij een calamiteit. Deze toerit is alleen toegankelijk voor hulpdiensten. En in een later tijdstip, in juni, gaan we hier een damwand aanbrengen en wordt deze toerit verlegd. Als dit damwand is aangebracht, kunnen we hier bovenop ook aan deze zijde de palen heien. Dat was inderdaad een mooi filmpje om nog eens even een samenvatting te geven wat er rondom de Drentweg staat te gebeuren. Voor de oplettende kijker, we hadden het net even over de gewapende grond. Die was hier op dit filmpje zichtbaar. Als u ter plaatse rijdt bij de Drentweg zou je dat kunnen zien met de zwarte doeken die daar heel mooi opgestapeld liggen. Verder, deze sheet laten we vrij regelmatig zien bij de webinars. Hierin geven we aan de hindermomenten, tenminste de meest zware hindermomenten. We hebben natuurlijk geluidshinder, dat is met name het aanbrengen van de funderingen. En funderingen, dat zijn dan of damwanden of heipalen die echt wel hoorbaar zijn voor de omgeving. Naast verkeershinder, wat wij natuurlijk ook wel veroorzaken. Er zijn een aantal momenten die we al gehad hebben, die we hebben af kunnen vinken. Dat zijn de groene vinkjes onder in beeld. En daarnaast hebben we even stilgestaan bij de Drentweg, waar dus de heipalen aangebracht gaan worden. De damwand die we aangegeven hebben, die brengen we ook aan. Die kunnen we nu in de dagperiode aanbrengen. Dat is altijd even kijken van, hij wordt heel dicht bij de snelweg aangebracht. Dus dat betekent vaak dat we dat in de nacht moeten doen. Vanwege veiligheid. Maar we zullen zometeen komen we terug op een versmalling weer van de A15, die we in het voorjaar ook gehad hebben. Dat is hinder voor verkeer, maar het voordeel daarvan is weer dat wij weer meer ruimte hebben om toch ook in de dagperiode dan de damwand te kunnen aanbrengen. Vanwege het simpele feit is dat er inderdaad meer ruimte is. En dat is altijd wel een voordeel om de funderingen niet in de nacht, maar 's nachts te kunnen aanbrengen.
Dus dat gaan we doen. Dan gaan we boven in beeld, daar hebben we ook bij stilgestaan, de viaducten over de kabel- en leidingenstrook. Daar komt ook nog een damwand bij. Die wordt volgend jaar aangebracht. En zo zijn er nog, als we dan verder naar links gaan, ook in 2022 nog een aantal heipalen die aangebracht worden voor geluidsschermen. En nog een, verder onder in beeld, ook in 2022 gaan nog een aantal heipalen aangebracht worden voor, weer voor een pijler. Hè? Dus het steunpunt voor, om weer een viaduct te kunnen maken. En een damwand die ook nog aangebracht moet worden voor de flyover. Dat zijn dus toch nog wel momenten, zoals u ziet, geen langdurige momenten meer, maar toch wel een aantal weken vaak achter elkaar dat, dat we daar geluidsoverlast, dat u daar geluidsoverlast van zou kunnen ondervinden. Dan geef ik nu het woord aan Jurgen weer terug. Dankjewel. Ja, in knooppunt Rozenburg moeten een hoop werkzaamheden, zoals net al toegelicht, uitgevoerd worden. En dat betekent ook hinder voor het verkeer, helaas. U ziet hier een foto van de A15 in de bocht bij Rozenburg. U ziet de tafelconstructie daarnaast opgebouwd worden. En er is een periode geweest, afgelopen periode, tijdens het bouwen van het eerste viaduct, dat we terug moesten naar twee rijstroken vanwege het storten van het beton op dat viaduct. Die fase die gaan we nu voor het tweede viaduct weer krijgen. Dus in de periode tussen zondag 20 juni en zondag 18 juli zal er op de A15 in die bocht twee rijstroken beschikbaar zijn. Dus één minder dan er op dit moment beschikbaar is. En dat geeft hinder. En we hebben een filmpje van deze werkzaamheden. We staan hier op de bouwlocatie van Blankenburgverbinding knooppunt Rozenburg. Hier sluit zometeen een nieuwe snelweg, de A24, aan op de bestaande A15. Eerder dit jaar hebben we de eerste flyover van het knooppunt gebouwd. Momenteel zijn we bezig met de bouw van de tweede flyover. De flyover die de Maasdelta-tunnel met de A15 richting Rotterdam verbindt. De bouw van de tweede flyover vindt plaats op de tafelconstructie hier achter mij. Hierdoor kan het verkeer gewoon over de A15 blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Wel geldt er tijdens de gehele bouwperiode een rijsnelheid van 70 km per uur. Net als bij het eerste dek is het ook bij de bouw van de tweede flyover noodzakelijk om voor een korte periode het aantal rijstroken op de A15 terug te brengen naar twee rijstroken per rijrichting. Dit geldt voor de periode van zaterdagavond 19 juni tot zondagochtend 18 juli. Tijdens deze vier weken zal ook afrit Rozenburg Centrum vanuit de richting Europoort afgesloten zijn. De wegversmalling in deze vier weken zal naar verwachting wel zorgen voor files. Onderzoek toont aan dat deze files langer zullen zijn dan tijdens de wegversmalling van afgelopen januari. Wij willen daarom alle weggebruikers verzoeken om indien mogelijk de spits tijdens deze periode te mijden. Ja, dit was de toelichting van de werkzaamheden. Samenvattend, de A15 gaat van 20 juni tot 18 juli terug naar van 2x3 naar 2x2 rijstroken. Weggebruikers moeten vooral in de spits rekening houden met vertraging van 15 tot 30 minuten. Dus heeft u de mogelijkheid om buiten de spits te reizen, doe dat dan ook. Zo houden we de overlast tot het minimum beperkt. In het figuurtje ziet u ook dat het niet alleen de A15 is waar een verkeersmaatregel op staat. Maar in die periode is ook de afrit komende uit de Thomassentunnel naar de Trentweg toe afgesloten. En tijdens die afsluiting zijn er natuurlijk ook weer omleidingsroutes. Die ziet u hier met de groene pijlen aangegeven en kunt u rustig teruglezen ook bij ons op de website. De omleidingsroute de ene kant op loopt dus via de Welpalatenweg en de andere kant over de Kallandbrug. Dan zijn er nog een aantal andere nacht- en weekendafsluitingen. In de nacht van 19 op 20 juni hebben we een afsluiting voor het ombouwen van de huidige 2x3 naar de 2x2 rijstroken. 17 en 18 juli
Hebben we een nachtafsluiting om hem weer terug te bouwen van 2x2 naar 2x3. En van 24 tot 27 september hebben we een weekendafsluiting. En in die weekendafsluiting gaan we de hele tafelconstructie afbreken. Zodat we eigenlijk de definitieve ligging van de viaducten over de A15 krijgen. En ik kreeg ook nog een vraag binnen. Die tafelconstructie en daarboven dat viaduct. Moet dat viaduct dan nog, moeten we dat nog laten zakken? Hij wordt inderdaad iets hoger gebouwd dan zijn definitieve positie. En met vijzels laten we dan heel langzaam dat viaduct zakken op zijn definitieve pijlers. Dus dat wordt met vijzels gedaan en dat gaat heel langzaam. In die nachtafsluiting gelden ook weer omleidingsroutes voor de bereikbaarheid van Rozenburg en van de omgeving wordt de Botlekweg gebruikt en de Droespolderweg als omleidingsroute. De eindsituatie routes. Dit plaatje is al eerder getoond. Als we beginnen eigenlijk bij de Maasdeltatunnel, in het midden zie je de watergang het scheur met de uitgang van de Maasdeltatunnel. En komende uit de Maasdeltatunnel kun je dus de verbindingsboog, en dat is het meest linker viaduct over die kabels- en leidingenstrook, volgen richting de A15 naar Rotterdam. Degene die daarnaast ligt, die heeft een boog komende uit de Maasdeltatunnel naar de Thomassentunnel. En dan de andere rijrichtingen. Als je uit de Thomassentunnel komt, kom je eigenlijk van links van het plaatje. En dan neem je de hele grote boog linksaf richting de Maasdeltatunnel. En dan hebben we het laatste viaduct. Het is het meest rechter viaduct van de A15 uit Rotterdam. Ga je dan de Maasdeltatunnel in. Dus dat zijn de routes die we in de eindsituatie hebben. Even kijken of ik nog een vraag binnenkrijg. Ik krijg een vraag. Hoeveel mensen werken er wel niet aan dit enorm grote project? Hoeveel mensen hebben jullie in dienst, Anne? Nou, wij op dit moment hebben we, als we inderdaad zowel de mensen die buiten aan het werk zijn als de kantoorpersoneel, 700 tot 800 mensen in dienst die werkzaam zijn aan dit project. Dat zijn er een hoop. Wij ook bij Rijkswaterstaat hebben een hoop mensen werken aan dit project. Bij ons werken er ongeveer een man of 50 aan dit project. Dus dat zijn een hoop mensen. Ja. Nou, dan maken we de overstap naar een ander groot object in ons mooie project. De Maasdeltatunnel zelf. Anne, kan jij daar wat over toelichten? Ja. Inderdaad, de Maasdeltatunnel. Voor degene die buiten inderdaad al een keer bekeken is. De contouren beginnen al heel goed zichtbaar te zijn. Op dit plaatje is ook al goed te zien hoe de tunnel er zo meteen uit komt te zien. Aan de rechterkant ziet u het scheur en verder de compartimenten en de toerit. De afgelopen maanden hebben bij de Maasdeltatunnel met name in teken gestaan van uitgraven van de tunnel. We zijn natuurlijk eerst begonnen met de damwanden, vervolgens moet daar het zand uitgegraven worden. Dat hebben we eerst droog gedaan, zoals wij dat noemen. En vervolgens gaan we dat in de natte doen. U ziet op het plaatje ook een nat depot. Nou, dat is een depot waar wij de grond die eerst uit de tunnel komt laten bezinken in het depot. En vervolgens kunnen we hem daar van daaruit transporteren. Dan gaat de grond naar een tijdelijk depot. Met inderdaad, daarna komt hij weer terug. En wordt hier weer toegepast op de tunnel en rondom de landschappelijke inpassing die wij gaan realiseren. Dus eigenlijk heb je eerst hele dunne vloeibare grond die je niet kan hergebruiken, maar door het water eruit te laten zakken en uit te laten drogen kun je hem daarna weer hergebruiken. Precies, dan is hij ook beter vervoerbaar, transporteerbaar en dan inderdaad gaat dat op die manier. Dit alles inderdaad ter voorbereiding van het storten van het onderwaterbeton. Waar we ook in de zomer mee gaan starten voor het eerste compartiment. En dat is met name het compartiment dichtst bij het water. Dat is ook het diepste compartiment. Daar zitten we maar liefst op min 28. En daar gaan we starten met onderwaterbeton. Zoals u misschien in eerdere webinars hebt gezien of gehoord, daar hebben we ook al de eerste stappen uitgelegd. Hè, wat ik net ook al aangaf, we hebben damwanden aangebracht, we hebben ankers aangebracht.
Die ankers die, bijvoorbeeld om een idee te geven, alleen al in het deel van Rozenburg hebben we 4000 ankers aangebracht. Die zitten heel diep in de grond. Vervolgens gaan we die ankers oplengen, zoals we dat doen. Nou ja, het woord zegt het in feite al, we verlengen de ankers om vervolgens, als de ankers op hoogte zijn, gaan we daar wapeningskorven overheen aanbrengen. En dan hebben we hier ook een plaatje van hoe die eruit zien. Dus eigenlijk moet ik me voorstellen dat die anker die zit heel diep in de grond. En die zorgt er eigenlijk voor dat die straks dat anker opgenomen wordt met die roestige schoteltjes in de vloer. En in die wapeningskorven die straks weer in de betonnen vloer komen te zitten. Ja. Dus eigenlijk die ankers die trekken die vloer naar beneden, zodat Precies. die door de grondwaterdruk niet omhoog gaat. Ja, die hebben echte trekkracht. Zorgt daarvoor inderdaad de ankers. En die wapening samen met de ankers, daar wordt inderdaad beton overheen gestort. En dan hebben we de zogenoemde gewapende betonnen vloer. En dat al deze werkzaamheden die we nu even heel snel benoemen, die vinden allemaal onder water plaats. Dus dat is met heel veel duikwerk zijn we dat aan het uitvoeren. Wat wij ook hier even in een filmpje laten zien, dat is inderdaad wat binnenkort plaats gaat vinden. Wat ik net al aangaf, we gaan daar dus echt op min 28, echt heel diep, zoals de diepste bouwkuipen, tenminste die ik ooit in mijn project heb meegemaakt, gaan we het onderwater beton storten. En daar krijgen we hier nu een heel klein filmpje van. In de verschillende kuipen van de Maasdelta-tunnel hebben we een hoop verschillende werkzaamheden. En achter mij zie je een werkje wat ontzettend belangrijk is. Nou, dat klinkt als een zeer degelijk proces. Ja, dat klopt. Ja, dit zijn de eerste beelden van een heel spannend moment waar we eigenlijk binnen het project allemaal naar uitkijken. Het gaat echt een mijlpaal zijn, het storten van het onderwaterbeton en alle werkzaamheden die daar aan vooraf gaan en daarbij horen. En dat gaat conform planning zoals die er nu uitziet van de zomer gebeuren, waarschijnlijk eind juni. En als het zover is, nemen jullie daar zeker in mee en komen we daar zeker ook op terug in de media. En hou vooral alle social media ook in de gaten, want daar gaan we zeker de nodige aandacht aan besteden. Het onderwaterbeton zelf, nou, zoals aangegeven, gaat dus inderdaad plaatsvinden eind juni, begin juli. Dat is ook wel een activiteit wat hinder kan veroorzaken, want het betekent dat wij die activiteit continu moeten blijven door laten gaan. Doen we dat niet, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van het beton. Dat betekent dat we in compartiment F, zo noemen wij dat compartiment, dat is het eerste compartiment wat dus het dichtst ook bij het water ligt, bij het scheur, daar gaan we starten. En dat betekent dat wij 60 uur aan één gesloten, dus daar zitten ook nachten in, beton gaan storten. Dat is dus inderdaad best een lange periode. Daar komen we ook verder nog op terug in bouwberichten om daar ook de omgeving over te informeren. Gaat de omgeving daar veel van merken? Gaat dat veel overlast geven? Nou ja, we werken dan dus 24 uur per dag gedurende die periode. En ja, dat is een af- en aanrijden van betonmixers. Dus dat is inderdaad zichtbaar en ook hoorbaar. Het betonstorten zelf maakt geluid, maar dat is waarschijnlijk niet echt, wordt niet als hinderlijk ervaren. De mixers rijden aan via de Botlekweg, dus dat is ook voor Rozenburg gunstig. En maken daar een draai, zodat ze ook zo min mogelijk achteruit hoeven te rijden. Waardoor we ook proberen te voorkomen om inderdaad het irritante piepgeluid zo min mogelijk te laten horen op momenten. In de nacht, maar nou, we kunnen dat niet helemaal voorkomen. Maar
daar wordt in de logistiek zeker rekening mee gehouden en over nagedacht. Ik krijg nog een vraag hier. Iemand die heel benieuwd is hoe die werkzaamheden onder water eruit zien. En worden er ook onderwaterfilmpjes gemaakt? Ja, en dat zal ook zeker in het moment van eind juni inderdaad aandacht krijgen. Er zijn al filmpjes gemaakt. Het is onder water en de duikers doen een heel knap staaltje werk. Want echt in sommige plekken is het zicht, die mannen zien echt letterlijk het hand voor ogen. Dus er zijn filmpjes om daar een idee van te geven. En die zullen we ook zeker laten zien eind deze maand. Heel mooi. En die beton, waar wordt die gemaakt? Die van de zuidkant wordt die gemaakt bij de Mebin. En aan de noordkant hebben we een eigen betoncentrale. Oké. Die worden met de betonwagens van de Mebin fabriek hier naartoe vervoerd? Ja. Oké. Ja, dat klopt. Ja, dan hebben we ook nog een aantal tunnelelementen te bouwen. Want ja, met de toeritten die net beschreven zijn, zijn we er nog niet. We hebben ook nog een stuk van de vaargeul te overbruggen. En dat doen we door het bouwen van een tweetal tunnelelementen. Nou, en waar doen we dat? Die tunnelelementen die worden vlakbij, eigenlijk om de hoek van de bouwwerkzaamheden aan de toeritten gebouwd. Bij het Dame Vrom Rotterdam dok. Dat is een heel groot droogdok waar normaal gesproken grote cruiseschepen of boorplatformen in onderhoud zijn. U ziet het inderdaad met de vlaggetjes links boven in beeld aangegeven. En rechts in beeld ziet u de zuidkant en de noordkant van de tunnel. Dus we kijken nu van het noorden naar het zuiden. Helemaal rechtsboven in beeld is Rozenburg. De tunnelelementen, het bouwdok is nu leeg. We zijn met de voorbereidingen nu bezig. De bouwwerkzaamheden die echt van de tunnelelementen die starten deze zomer. Ergens volgend jaar zullen die bouwwerkzaamheden klaar zijn. Dan varen we de tunnelelementen naar buiten, parkeren we ze. Totdat de toeritten van de tunnel ver genoeg zijn om ook de tunnelelementen tegen af te kunnen zinken. En zodra dat gebeurt komen we daar natuurlijk zeker bij u op terug. Want ook dat is een mijlpaal waar we naar uitkijken. Mooi dat het zo om de hoek ligt, dat Dame Vrom dok. Dat we dus niet de scheepvaart heel erg hoeven te hinderen om de tunnelelementen naar de tunnel toe te varen. Dan hebben we ook nog een filmpje gemaakt in het Vrom dok zelf. Daar gaan we nu even naar kijken. Vandaag zijn we bij Dame Vrom te gast. Dit is op een steenworp afstand van Toerit Zuid en knooppunt Rozenburg, de aansluiting bij de A15. We staan nu naast dok 7. Dok 7 wordt normaliter gebruikt ter reparatie van schepen en is daarom uitgerust om water in het dok te laten, waardoor de schepen naar binnen en naar buiten kunnen varen. Wij gaan dit dok gebruiken om zinkelementen te maken. Deze zinkelementen maken de verbinding straks met Toerit Zuid en Noord, dus de noordelijke en de zuidelijke oever van het Scheur. De bouw van de zinkelementen zal over een aantal maanden gaan starten. Omdat het nog een leeg dok is, probeer ik het even uit te leggen met een plaatje. We starten met de vloerplaten. Dit zijn platen van dus zo 25 meter lang en 40 meter breed. Daarop gaan we de wanden zetten, alles in de middenwanden. En dan komt de wandendak eroverheen. We zien hier in het plaatje ook de ballasttanks in de blauwe vlakken die in de koker worden gemaakt ten behoeve van het drijven en het afzinken straks. Op de kopse kanten zien we de rode stalen schotten afgebeeld om de koker te sluiten. Als de zinkelementen klaar zijn, zullen we water in het dok oplaten. In de deuren noemen we dat. En kunnen de deuren van het dok weg. De elementen kunnen we dan om de hoek parkeren om ze te laten wachten tot de aansluitingen van de oevers klaar zijn. Daarna kunnen we deze elementen daar naartoe varen, transporteren en afzinken. Maar dat is voor de volgende keer. Nou, dat gaf een mooi beeld van het Vrommeldok, nu nog leeg, maar binnenkort niet meer. We gaan ook een timelapse camera plaatsen bij de bouwwerkzaamheden, dus zo kunnen we heel goed volgen de vorderingen van de bouw van de tunnelelementen.
Dan ons laatste onderwerp, communicatie. Wij doen heel veel aan communicatie. En gelukkig laat corona het ook toe om binnenkort weer fysiek iets buiten te gaan doen. Dus wij gaan vanaf juli omstreeks starten met rondleidingen vanaf het uitkijkpunt. En nou, daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Op de Noordoever hebben we een fietstoer. En we maken nu inmiddels ook gebruik van social media, zoals de bouwapp en een digitale tour in ons informatiecentrum. Op de Zuidoever, wellicht bij een aantal van jullie bekend, staat langs de Droespolderweg een uitkijkpunt, rechtsonder in beeld met het vlaggetje aangegeven, naast de tunnel. En wij zullen rondleidingen, dus wandelingen, langs de bouwkuip gaan organiseren met een voorlichter vanuit ons. U kunt zich daarvoor opgeven bij ons op de site www.blankenburgverbinding.nl. Dus mocht u daar een keer gebruik van willen maken, kunt u daarop inschrijven. En dan gaat een voorlichter van ons u alles vertellen over de werkzaamheden daar. Zoals net genoemd, op de noordzijde hebben we een mooie fietsroute van 10 kilometer lengte. Beginnend bij ons informatiecentrum en dan iedere keer een aantal stops waar informatie te vinden is over ons project. Wij zullen dit ook gaan aanbieden op een gegeven moment onder begeleiding van een voorlichter van ons, zodat die u mee kan nemen rond het gehele project. Social media, net ook al genoemd. Wij maken inmiddels gebruik van Twitter, Instagram en LinkedIn. Wij zijn herkenbaar ook aan het gele rondje wat u rechts in beeld ziet, BBV, Blankenburg Verbinding. Dus als u dat ergens in beeld ziet, dan weet u dat het gaat over het project Blankenburg Verbinding. Dus volg ons, deel het met uw connecties. We proberen ons bereik zo groot mogelijk te maken. Dus geef u op, meld u aan bij onze socials. Last but not least, de bouwapp. Verkrijgbaar in de Google Play Store en in de App Store. De bouwapp is een bestaande app en wij zijn daar als project Blankenburg Verbinding aan toegevoegd. U kunt zich daar ook op abonneren en dan krijgt u alle actuele informatie over ons project in de bouwapp. En zeker ook bijvoorbeeld als er op het laatste moment, dat gebeurt wel eens bij zo'n groot bouwproject, wijzigingen in de planning optreden, dan maken we dat zeker ook op de bouwapp bekend. En deze middelen zetten we allemaal in naast onze gebruikelijke middelen zoals digitale nieuwsbrief en ook de bouwberichten. Ik krijg nog een vraag of de werkzaamheden live te volgen zijn via die timelapse camera's die ik net aangaf. Nee, live doen we niet, maar wij zullen wel regelmatig een voortgangsfilmpje maken en die ook bij ons op de site laten zien. Dus u kunt het zeker volgen. Als laatste, wij bieden ook nog een digitale tour aan door ons informatiecentrum. Het informatiecentrum zelf verwachten wij dat in juli weer opengesteld zal worden. Maar wij blijven ook de mogelijkheid bieden om op een afstand vanaf uw computer met een voorlichter door ons informatiecentrum heen te lopen. Nou, dit was onze toelichting op de werkzaamheden. Als laatste wil ik jullie in ieder geval nog even wijzen op de enquête die jullie zo meteen gaan krijgen. Vul die alsjeblieft in. En wij zijn er wel trots op dat wij voor de eerste keer nu deze webinar hebben kunnen geven in onze eigen studio, digitale studio, webinar studio, in de keet van ons bouwproject. We hopen dat jullie ervan van genoten hebben en terugkijken van deze webinar kan dus. Nog via onze site daar is die voor iedereen nog te volgen. Nou, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik iedereen een hele fijne avond wensen en dank voor de aandacht en tot snel bij een volgend webinar. Ja, dankjewel. Fijne avond allemaal.